En maar je kunt ook omgekeerd zeggen, is het niet zinvol om toch eens af te tasten wat de mogelijkheden zouden zijn om het eind aan eh, de militaire gebeurtenissen te maken? Bijvoorbeeld door de Oekraïne een aantal garanties te verschaffen, zowel veiligheidsgaranties als misschien ook een soort EU-garantie. Ja, want je kunt natuurlijk een heel eind gaan in het, in het integreren van de, van de Oekraïne in de EU zonder dat het specifiek EU-lid al is. Nou ja, dat is ook een mogelijkheid. En wat voor garanties denk je dan? Ja, dat zou toch een soort van NATO-achtige garantie moeten zijn. Alleen dan zonder dat etiketje NATO erop. Maar dat je toch zegt dat, ja, dat we onder alle omstandigheden bereid zijn... om de Oekraïne te verdedigen tegen militaire aanvallen van Rusland. En zou dat geen provocatie richting Rusland zijn? Ja, ja, heeft Rusland het wel een beetje zelf naar gemaakt, toch? Kijk, dit hele probleem is veroorzaakt door het feit dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk land is. En ook met name uit, uit de chaos van de jaren negentig, nietwaar? Is niet een, een gebrekkige democratie gegroeid? Nou, we zeggen à la de Oekraïne, gebrekkige democratie, want je moet wel in de gaten houden dat het niet groots was. En nee, er is uiteindelijk een, een gruwelijke politiestaat uitgegroeid. Met als gevolg dat niemand daar natuurlijk ook iets mee te maken wil hebben. En dat die politie staat zelf weer, omdat die autocratisch geleid wordt, niet waar kan in feite een, een, een kleine kring of zelfs een enkele dictator beslissen tot een zo, laten we eerlijk zijn, een volkomen geschifte avontuur als wat Poetin begonnen is 24 februari vorig jaar. Ja. Ja. Maar goed, als, als je dan uh, dat doet, wat jij zegt, die garantie... dan ben je dus wel als Europa direct in oorlog met Rusland. Ja, ja, maar goed, dat zijn we nu ook al. Misschien op een via-via op een manier hoort dat bij. Juridisch bij de... niet, zei jij eerder. Nee, daarom. Maar ja, je weet dat dingen kunnen juridisch niet het geval zijn. Heel veel mensen bijvoorbeeld hebben een heerlijke langdurige relatie... zonder dat ze uh, juridisch ook alles hebben uitgevoerd... om die te, te doen beklijven in de, in de archieven.